Ik loop hier nu in Giethoorn, een prachtig plekje in Overijssel, dat ook wel het Venetië van Nederland genoemd. De eerste bewoners van Giethoorn waren de Vlaglanten. Zij vestigden zich hier in 1290. De Vlaglanten waren kruisvaders die in groepen door Europa trokken en zij sloegen elkaar en zichzelf met zwepen om boete te doen. Daarom sloten veel criminelen, bedelaars en hoeren zich bij hen aan en daarom werden zij een doorn in het oog van de katholieke kerk. De bisschop van Utrecht had het dringende verzoek om te stoppen met zwerven en bood ze daarom een stuk grond aan. Dat stuk grond zal later Giethoorn heten. En waarom de naam Giethoorn? Nou, de Vlaglanten kwamen veel horens van geiten tegen. De eerste naam was daarom Geitenhoorn en dat veranderde later naar Giethoorn. Giethoorn staat natuurlijk bekend om haar vele kanalen en daarom is een bootje huren zeker een aanrader. Zo zie je het dorpje vanuit een heel ander perspectief. Je kunt ervoor kiezen om zelf een bootje te huren, om lekker zelf langs de mooie pittoreske huisjes te varen of boek een rondvaart zodat je ook nog meer te weten kan komen over Giethoorn. Het is natuurlijk heerlijk hier in de zomer, maar het kan wel hartstikke druk zijn en dan liggen de kanalen helemaal vol met bootjes. Daarom hebben wij besloten om lekker in het najaar te gaan. Hartstikke rustig, maar wel een beetje koud, dus we gaan lekker een kopje koffie drinken. Hoi kinderen, mag ik een cappuccino alsjeblieft? Ja, zeker, komt eraan. Dankjewel. Rond zit het er weer op. We hebben een heerlijke dag gehad, maar wij gaan nu lekker terugrijden. Heb je een keer een dagje niks te doen en het weer is oké? Giethoorn is zeker een aanrader.